en dan gewoon aan het dreigen om het zo verder te verspreiden. Jezus, wat voor de deal ben jij. Oh, hij komt eraan. Hoi. Hey. Hallo. Hey. Ja, goed. Hallo. Lang niet gezien, man. Nee. Gaat goed. Gaat lekker. Gaat het aan? Ja, is een gangetje. Ik was ook gewoon benieuwd hoe het met je ging, hoor. Maar ik wil nog even... Want ik had gehoord dat jij... die foto's die we hadden gemaakt, dat jij die hebt laten zien in de voetbalkantine. Ja. Heb je dat echt gedaan? Nou, het ligt iets genuanceerder dan dit. Wat dan? Ik vond die foto's op een gegeven moment ook weer terug. Ik had ze toen verwijderd, toch? Ja. Ik vond ze toen terug in de iCloud. Maar je had tegen mij gezegd dat je ze daar ook uit verwijderd had. Ik zag die foto's ineens langskomen toen ik zo met de jongens was. En toen zei iemand, wie is dat? Ja, dan moet je natuurlijk gewoon even laten zien. Klaas, je moet gewoon begrijpen, ik maak die foto's met jou omdat ik jou op toen de tijd vertrouwde. En je hebt tegen mij gezegd dat je ze weg zou doen. Ik wil dat jij die dingen weghaalt. Nee. Dat vind ik heel serieus en ik wil dat je dat nu doet. Ik ben echt overdreven, ik wist ze gewoon niet. Nee. Serieus? Ja. Nee, ik ga ze echt niet... Klaas, ik eis dat jij die foto's... Het is nu weer een advertuur, man. Zeg maar een paar foto's. Je hebt je telefoon bij, pak je telefoon erbij. Ik wil dat je ze nu verwijdert. Nee, dat kan wel. Mijn foto's telefoon zit vol met foto's. Ik vind je een beetje overdreven gereageerd. Maar... Ja, zwegen. Ja. Als dat soort shit uitlekt, dan moet ik hartstikke shit. Ik ga het wel water drinken en dan ga ik het laten. Het is net weer als we weer bij elkaar zijn. Dat is blijf niet af. Ik meen het even niet. Dus. Even rustig, er gaan geen schermen. De iets wat wanhopige Maya probeert contact te leggen met het vertrekkende stel. Sorry. Juist om de foto's te nemen. Dit is hoe het werkt. Het is helemaal niet hoe het werkt. Ik zeg niet, hier en laat het maar aan alles in de hele fucking wereld zien. Dat moet in de hele wereld zien. Je maakt van jezelf gewoon een goor, onbetrouwbaar stuk mannenzoon. Dat is wat je bent. Jongen, jongen. Nou ja, je mag wel blij zijn dat ik op Instagram zit. Deze attitude zo bizar. Ik ben dan gewoon aan het dreigen om het zo verder te verspreiden. Jezus, wat voor de deal ben jij? Moet ik zo niet online zetten? Moet jij zeggen? Wat ben je nou aan het doen? Ik mag even. Je rot op, je probeert het niet zo laten zitten, je idioot. Wat ben je nou aan het doen? Nee, man, ja. Sorry. Sorry dat je dit allemaal... dat je dit allemaal moet zien. Ik had niet verwacht dat het zo zou doen. Huh? Oké. Ik reken wel op. Zoek hem maar uit. Als ik ooit ergens vind, ik speel het hier even aan met de politie. Sorry dat je zo'n last had op ons gesprek net. Ik weet dat je daar... Niet gehoord. Nee, niet? Nee. Oh, relax. Chill. Oké, tot ziens. Hoi. Sexting is echt een actueel onderwerp en de gevolgen voor slachtoffers die zijn enorm groot. Maar vandaag in Utrecht vinden mensen het toch een privé-kwestie.